De titel van mijn column is Heet. Ondanks de hitte gaat het werk in Nijmegen gewoon door. Hulde voor onder andere de stratenmakers en aanverwante beroepen die het kwakplein en omgeving op de schop nemen. Wordt iedereen via het Nationale Hitteplan aangeraden om het rustig aan te doen, moeten zij de klus in drie weken zien te klaren. Notoire nuilers nuilden al na één dag. Dat ze om moeten rijden. Die houden het geen drie weken vol. Ik adviseer die Nuilers eens met een doos ijsjes langs te gaan op het kwakplein. Dat is namelijk een andere tip uit het hitteplan. Zorg goed voor elkaar. Dan heeft een columnist het een stuk gemakkelijker. Die gaat rustig op een terras aan een cappuccino of groot glas bier zitten en denkt wat na. In het wekelijkse filmpje kunt u zien dat ik op het terras van Café Samson zit. Met een glas Paulaner. Ik kreeg de vraag van een trouwe volgster of Samson mij hiervoor betaalt. Ze vond het wel opvallend hoe lang Samson in beeld was. Ik kan die trouwe volgster geruststellen. Ik heb mijn bier zelf betaald en kan het ook niet bij RN7 declareren. RN7 draait voornamelijk op vrijwilligers. Met mij zijn dat tientallen anderen. Ook in de hitte. Ik kreeg het afgelopen week overigens extra heet toen ik het bericht las over Orbis Experience. Orbis wat? Orbis Experience. Dat moet een modern museum worden over de toekomst van de aarde. Hoewel, het is volgens de initiatiefnemers geen museum. Er wordt een ervaring aangeboden en dat is heel iets anders. Bezoekers worden daar aan het denken gezet waar we met de aarde naartoe gaan en wat we eraan moeten doen om het in goede banen te leiden. De gemeente Nijmegen heeft het initiatief omarmd om daarmee het blijvende duurzame karakter van de stad te onderstrepen. Dit als vervolg op de activiteiten in het kader van Green Capital. Daarom wordt er op ambtelijk niveau actief geholpen met het zoeken naar een geschikte locatie. Dat lijkt me klein bier in vergelijking met de financiële bezonjes, want die zijn niet mals. Initiatiefnemers gaan uit van een investeringsbedrag van minstens 30 miljoen euro. Met het woord minstens geven ze feitelijk aan dat ze geen idee van de kosten hebben. Daarnaast rekenen ze op basis van gesprekken met experts en eigen onderzoek op 250.000 bezoekers per jaar. Teddy Vrijmoed ligt niet wakker van zo'n aantal. De vierdaagse feesten haalden dat op de donderdag gemakkelijk. Als de gemeente één locatie heeft gevonden, gaan de initiatiefnemers aan de slag met een haalbaarheidsonderzoek. Ik hou mijn hart vast. De weg naar structurele financiële hoofdpijn is geplaveid met ramingen van deskundige experts en eigen onderzoeksrapporten. Voorbeelden te over. Zie de Noord-Zuidlijn en vergeet vooral het Triavium en het Valkhofmuseum niet om iets dichter bij huis te blijven. Maar laat ik me voorlopig maar niet al te druk maken. Over welke experience dan ook. Het is zo al heet genoeg.